ga je dat in je zakken bewaren? Zo. Dat is nog een grote sleutelhanger. Ik weer de bomma zien. Ja, de bomma is naar beneden aan het gaan. Kijk. Stop met mee te lachen. Zie je dat, die mooie oranje gloed in mijn baard? Anders is mijn baard helemaal blond. En de rest niet. Hij had dit daar wat mee. Is er nog niet helemaal uit. Xante, zit zij nog in de Afrika slaap? Nee. Dit beest is al wakker. Maar dit beest is niet gelukkig. En jullie hebben hier zo'n mooi balkonnetje. En de deur is gewoon open. Kijk. Dat is mooi, hè? Het terrasje. Wat is er? Wat zit daar? Ik denk dat ik kan horen in de badkamer. Ah ja, dat is hier de badkamer. Luister. Dit is echt wel geluidsding. Hey, ah, die balk hier tegen mijn kop. Au. Dat is een beetje, zelfs voor ons, zelfs voor ons is het laag. Maar het is wel een super huisje, nee? En dat uitzicht hier, kijk hier. Wauw, dat is echt mooi. We gaan eten. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vakantievlog vanuit Afrika. Ah. Het is de eerste ochtend dat we een klein beetje meer tijd hebben. Want ja, als je veel uit je dag wil halen, dan moet je vroeg op pad. Want het is vroeg donker, we hebben dat al een paar keer gezegd. Maar vandaag moeten we gewoon naar ons volgende verblijf rijden. En dus hebben we iets meer tijd. Er zijn geen activiteiten gepland. Alleen die mensen waar we deze namiddag aankomen, zij hebben dus een barbecue georganiseerd. Ze hadden het op mail gezet van, is het goed dat we een barbecue doen? En dan morgen is het weer vroeg opstaan om een wandeling te doen. Dus vandaag kunnen we eten in ons huisje, in ons mooi huisje. Dat is echt wel een aanrader, dit huisje. In Hoedspruit, de Giraffe Lodge. Dus hier op het gemak eten. Dus we hebben croissants, we hebben pistolets. Mini pannenkoekjes, doe ik die mini pannenkoekjes. Wow, mini pannenkoekjes. En we hebben muffins en, wat heel raar is, ik heb dat nog nooit gezien bij ons, confituur in een flesje zoals ketchup dat je moet uitgieten. Ik heb dat nog nooit gezien in België. Het is heel gemakkelijk, het is heel gemakkelijk. Moet dat dit doen? Ja, en dan uitgieten zo. Heb je dat wel al een keer gezien in België? Zet het in de reacties. Kan niet in de reacties. Maar in de community reacties. Je moet mij laten uitpraten. Dus als je naar onze pagina gaat op YouTube, dan heb je home, video, afspeellijsten en dan community. En op die community staan al onze video's dat we erop plaatsen, dus delen we dat dan daarop. En daaronder kan je dan ook een reactie achterlaten. Ga naar de community pagina en reageer hieronder dat dat ook te koop is in België, maar ik heb dat nog nooit gezien in België. Voilà, we zijn volledig opgeruimd en we moeten nu vertrekken naar ons ander verblijfje. Echt een mooi huisje, ik ga nog een keer snel tonen. Dus ons zithoekje was mooi met de giraffen. En dan de keuken, boven twee bedjes. En dan hier een mooie gang dat je iedere keer het zwembadje ziet. Maar als je in de winter komt, is het wel heel koud, in de zomer misschien wel. Je kan barbecuen. En
Je kan daar ook, daar kan je ook dan een kampvuurtje maken en rondzetten. We hebben dat helaas nog niet gedaan, maar deze vakantie gaan we dat wel doen. Hier, oei. Wie heeft er hier geslapen? Ik hè? Ja? Ja. Zo mijn bed toch een klein beetje. Hij is niet van mij, hoor. Mama heeft zo gedaan. Mooier. Het was een... Mooier maken, hé. Allee. Het was mooi, hoor. Was het mooi? Ja. Ja, ik dacht het niet. Jawel. Goed, dus dat is één slaapkamer. En dus dat is het zicht dat je hebt. Dus en hier passeren dan hertebeestjes. Hertebeesten. Maar het is wel super mooi. Super mooi, ja, hertebeest. Super mooi huisje. Ja, super mooi huisje. En er zijn altijd mooie dingetjes die hier staan. En een tafeltje voor buiten te zitten bij het zwembadje. Zo, hier is dan terug dat klein kamertje boven met twee bedjes. Hier is dus ook slaapkamertje met de mosquito-netjes, maar wel heel mooi dat. Zo'n hemelbedje. En dan kijk hier, mooie props. Eén. Klein badkamertje met toiletje en je kan hier ook al douchen, maar je hebt wel geen het is douchen in de opruimte. Hè? En dan de badkamer, kijk hier, de badkamer, dubbele lavabo, wasmachine heb je hier ook, strijkplank, een heel groot bad. En een super douche. Echt een hele goede douche. Echt waar. Dus, de moeite om hier te komen. Ja, op naar de volgende. Wat een weg was dat om naartoe te rijden. Ja, maar het is wel mooi. Dat is wel mooi, hè? Mooi. We are from Belgium. Oh, Belgium. Belgium, yeah. That must be fire. Only not the name, mate. Yeah. It's looking like a big, since I'm a chef, so I'll be traveling and so forth. So I'll definitely know the place. The welcome for the family. Thank you. And then this is the guy we have to feel. Okay. You fill in? For you, my friend. There we go. Dus dit is... Het eerste huisje, nummer 5. Wow. Oké. Wow. Kijk naar dat bad. Kijk naar dat bad. Woo.
Hoi. Zo nice. Grote ding, we verwachten het niet. Zo nice. En nu de family room. Was dat niet de family room? Nee, dat is niet de family room. Hoi. Oh my god. So these are all okay. You guys will just decide who is going to fight. Wow! Hey, wat vind je ervan? Ja, het is echt cool. Wow. Leuk, hè? Ik had bijna meer stress om te komen en ik weet niet eens waarom. Echt cool, hè? Echt mooi. Echt, dit is echt een aanrader. En echt in the middle of nowhere, die weg dat ja, we, mooi. Die we naartoe moesten toen rijden. Was ik echt bang. En er is ook geen adres, want toen ik dat adres ingaf in de GPS, dat vond hij niet. Dus heb ik met Google Maps de coördinaten moeten ingeven. En nu weten we waarom. Het is zeer rustig. En hier is het zwembad die dat ze aan het werk zijn. En aan de andere kant van dat huisje is er een andere zwembad. En we moeten dan, als we klaar zijn, even in de farmhouse binnen gaan. En dan willen ze ons nog verwelkomen met iets. Dus ik weet niet wat. We hebben alles in het huisje gezet. Hier. Dus al onze koffers hier in het huisje gezet. En we gaan dus sluiten. Maar hoe ga je dat in je zakken bewaren? Zo... Dat is nog een grote sleutelhanger. Dat is voor op je hoofd liggen, zo. Voilà. Zo is het. Zo moet je bij jou wonen. Ze doen hier alles op hun hoofd. En de kids zijn hier hek van de poesjes. Ik zou wel nog graag daar aan het kampvuur zitten. Dat zou ik wel cool vinden. Het is hier zo rustig. Ja. Ik denk dat we de enige zijn die hier slapen nu. In de zomer zit dat hier voller. Maar goed, in de zomer... Is het dan moeilijker om dieren te spotten en is het dan 45 graden? Maar dan moet je komen in onze kerstvakantie of in onze paasvakantie. Maar dan heb je 2 weken. Dus en wij wilden 3 weken hier rondtrekken, dus dat ging niet. We hebben gisteren ook vernomen waar dat we pizza's gegeten hebben. Dus dan vroegen we aan die mensen, hebben ze hier ook grote vakantie? En die mevrouw zei van, ja, ze hebben nu wel 3 weken... En ik weet niet wat ik ermee moet doen met de kinderen. 3 volledige weken. En dan zeiden wij van, wij hebben 2 maanden. En ze van, what? Ze was echt in shock. 3 maanden, ze was echt in shock. Ja. Ze van, echt 2 maanden? Wat doen jullie met die kinderen dan? 2 maanden? Nee, dat was echt deze ze van, oh my god. Ze konden moeilijk geloven. Dus zij hebben 3 weken. Dus jullie hebben 2 maanden. Geluk. En blijven ze aan, dat ze doen. We gaan hier verder nog een keer rondlopen. En we gaan vanavond hier lekker eten. En we moeten vroeg slapen. Want morgen vertrekken we hier om 6 uur. Dus morgens. Ah. Omdat we, ja... Het is niet zeker dat we het tweede kunnen doen, de rock art. Ik had dat wel heel graag gedaan, die rock art. Dus hij zei eerst van, we moeten... toch rond 6:30 vertrekken. Dan had ik zo mee, ja, laten we dan om 6 uur vertrekken. En ja, hopelijk kunnen we het doen, de rock art. Vinden we de hits, want de hits doet dat niet op zondag. En je moet ook een beetje uitleg kunnen geven wat de San-mensen waren. En de Bushes-mensen hebben hier gezeten. En waarom dat ze dat getekend hebben. Maar ik had dat wel graag gezien. Dus we gaan niet zo lang opblijven vanavond. Die gaat heel gelukkig zijn, zeker? Ze beginnen al te geven. Dat is al 2 keer op 3. Ze beginnen al te geven, omdat ze weten dat ze om 6 uur moet verdrukken. En als je iemand ziet geven, dan moet je ook geven. Dan kan zijn dat jij nu thuis ook zit te geven. Ja, ik hoop het. Nee. We gaan daar een keer opstaan en je hebt daar een mooi zicht over de velden. En de velden. Over de velden. Over, in plaats van de Vlaamse velden, over de Afrikaanse velden. Het is hier ook een gebied, zei die meneer Fortune, noemt die Fortune, die crime-free. Dus... Ja, dat is echt wel een zone waar er gewoon geen criminaliteit is. Geen. Maar je zit hier gewoon helemaal afgezonderd. Er is hier ook gewoon niemand. Dus het kan geen criminaliteit zijn. Die zei ook van, nu moet je er ook niet mee inzetten om slangen tegen te komen, want het is winter. Dus ik wist dat niet. In de winter blijkbaar zijn die ook niet meer actief. Dus er zijn ook geen slangen. Ja. En daarnet, Arco en Santi waren komen eten met het zwembad. En ze is ja, mooi zwem. En papa zo, ja, ga maar. We gaan dan zwemkleding uit, en voilà.
En ze is, ja, maar kun je een keer vragen, want er zit voor de slang uit Zabat te gaan, want er zit de slang. En papa, slang. En ze is zo... Tuinslang. Ja, een tuinslang. Ah. Dat is grappig, hoor. Ja, dat is grappig. Maar nu gaan ze er toch niet in. Ze gaan er toch niet in. Het is even koud of in het zwembad dat we in ons eerste huisje. En dat is echt wel koud. Dus ja. Ik denk dat ze er toch niet in gaan. Oh my god, dat is gewoon open hier. Ja. Holy moly. Daarnet. En wat is er hier, kaka dan? Nee, ik nee, denk bruikbomen. Dat dat hier... Ik denk dat dat allemaal die bolletjes braakballen van uilen zijn. Wat? Braakballen van uilen? Ah, die hierop zitten, dan die hierop zitten. Ja. Ik wilde dat ik heb bekie, of dat ik aan het rusten. Hier, dat is vers. Hier ook. Amai. En braakballen en kaka van uilen. Basic. Die hierop zitten. Dat kan wel, hé. Want kijk, daar... Ja, en wat zien we? Een mooi uitzicht. Een uitzicht. Daar is de berg waar we morgen op gaan wandelen. Ik vind het echt eng. Ja, het is raar om op te stappen. Je ziet er gewoon door. Ja, maar het is ook zelfgemaakt, hé. Ja, het is zelfs mijn man. Ik heb het niet gemaakt, dus het zou wel iets stevig zijn of dat ik het zo maak. Hoe ga jij nu van die trap gaan? Velen. My god. Wat? Ik ben weer like de bomma zien. Ja, de bomma is naar beneden aan het gaan. Kijk. Ja, stop met mij te lachen. Ik heb nog nooit iets gebroken, hoor. Ik ook niet, hè. Ja, ik ook niet. Ik wel. Ja, dat jij... Ja, dat, ja of een kneust of ja. Iets. Ik heb me nog nooit ik heb twee bezien, dingen. Hoor. Nee, en ook... Kneust hebben we gebroken. Jij, ja. Met fliek te doen. Ja, flik. Ja. Ja. Vlak. Ik neus, ja, dat is dom. Ik heb nog nooit scheve vingers gehad ook van mijn pijn te doen. Nee, dat de scheve vingers was jij. Nee. Hij was jij de scheve vinger? Hij was de open vinger. Ah, jij was de open vinger, ja, oké. Okay. Dus, wat heeft mama al gebroken? Haar teen. Ja? Ik weet het niet. Ze is er zelf al verwonden. Ze wist het zelf nog niet. Volgend jaar wordt het gebroken. Allee. Het is toch wel raar, he, om naar beneden te gaan. Ja, ik hoop dat ik het wel raar van naar boven te gaan. En ziet er helemaal door. En ik kijk door. Ik heb één hand. Dat is wel een speeltuin. Ik heb één hand. Ik wil dat filmen. En ik heb één hand. Ik ben gewoon zo hier naar beneden aan het gaan. En... Ik heb één hand, dus ik wil gewoon filmen hoe dat hier naar beneden moet gaan. Ik wil niet vallen in die cactussen daar. Wat zit jij daar te schermen met je gsm? Maar ik ben aan het filmen dat je dat kan aan gebruiken, filmen, dat je eraf gaat. Aan het filmen. Moet jij niet filmen? Ik ga dat gebruiken in mijn vlog. Een vlog? Ja. De rechte video? Ja. Ja. Dus in plaats van een plat. Ja. Ja, goed hè. Leuk om naar te kijken. Maar anders zie ik jou niet. Ik ga wel leuke dingetjes ernaast zetten. Dan je hoofd het rot op. Zo twee vierkanten met je hoofd. Voilà, helemaal goed. Ja. Wat was dat hier? Nice. Dat is altijd hier. Dat is de film zo. Ja, ik moet mijn voetjes opheffen. Ja. Haardvuur zitten is altijd wel leuk. Wat je wel hebt, is dat je kleren daarvan enorm stinken, vind ik. We gaan dan wel eerst douchen voordat we kunnen eten. Ik denk voor mensen zoals wij, super actief, is het toch wel iets te rusten. Hier, mama. Je grote Kodak. Ze heeft een klein vogeltje gezien en ze wil dat fotograferen. Het is voor mensen zoals wij... als het zo rustig is, ja,
we moeten wel altijd iets te doen hebben. Dus best dat het morgen een hopelijk gevulde dag zal zijn. Het is wel natuurlijk, de zon gaat onder. Zie je dat, die mooie oranje gloed in mijn baard? Anders is mijn baard helemaal blond en nu is die gerost. Hij is altijd daar rot geweest. Dacht dat dat met de zon was die naar beneden komt? Nee. Nee? Het is gewoon als de zon al opgaat, is dat maar rost. Ben ik gewoon dan de ondergaande zon zit altijd in mijn baard? Ja. Mooi, hè? Wauw. Mama gaat in ons mooie badje. Kijk, ik hier. Mama gaat daarin, hè? Ja, het ruikt wel lekker, de bodycrème. Het is een speciale bodycrème van Marula. Dus speciaal van hier. Wat zit er allemaal? Het is allemaal natuurlijk. Coconut oil. Er zit niks van sulfaat en parabenen in. En, ja, okay. Ik had dat mee gezegd. Toen niemand zien die morgen. Morgen is ze direct nog een keer 20 jaar jonger. En massa door als kindje. Goed, we gaan iets gaan eten. De kok heeft gevraagd wat we willen eten, want we zijn hier alleen op heel dat domein. En dus, er is een kok speciaal voor ons. Ze hebben gevraagd als we graag een T-bone steak eten. En de kids hebben liever een kippetje. Want Arco is hier aan het shaken in de spiegel. Ze hebben gevraagd of we graag wijn drinken. Mama drinkt graag wijn, maar ik denk dat ik nu ook een keer een glaasje ga drinken. Normaal drink ik nooit alcohol. Maar ik moet niet meer rijden, we moeten nergens meer naartoe, dus gewoon naar het huisje komen. Ik denk dat ik ook eens een glaasje ga drinken, om een keer iets anders te drinken. Want ik drink altijd zoveel water, altijd maar water. En op den duur denk ik dat ik een vis ben. Voilà, Xander, haar haar nog kammen. Dat is toch veel te lang, dat haar? Nee. Ja, toch wel, mooi. Kijk, kom dan je poep. Ja. Komt gewoon, kijk, komt gewoon aan je poep. Hier, kijk, hier is je kont. Ah! En je haar komt uit je poep gewoon. Je kan erop zitten. Ja. Oké. Me too. You too. Wat hebben jullie gekregen hier? Allemaal beetje dingetjes. Cap. En allemaal groentjes. Allemaal dingetjes. En dat is ook een stek voor jou. Thank you. Nee? Ja. En ook, ook een stek. Mm. We hebben heel lekker gegeten. En straks gaat er nog dessert zijn. Oei, straks. Kijk daar. En dit is onze privékok. Mm-hmm. Yo, chef Snow hier. Thank you. Those people from there to know me. Ja. Dat ziet er wel lekker uit, hè. Het is vanillepudding. Maar een beetje slapper. Die heeft het een beetje slapper gemaakt. Voilà. Hallo. Dus dit was onze avondmaal. Het was heel lekker. De kids hebben alles opgegeten. Ja. Not. Jawel. Not. Not. De kok was heel lief, heel goed voor ons. We zijn hier alleen omdat het weekend is. In de week komen er locals wel slapen. Maar in de winter is het... Het is dus winter hier. Ik heb het al waarschijnlijk al 10 keer gezegd. Dus het is rustig in het weekend. Dus in de week hebben ze meer werk. Dus we waren hier helemaal alleen. En de kok heeft dus moeten blijven voor ons. We hadden wel gevraagd om vroeger te eten. 6:30. Normaal eten we nooit zo vroeg. Maar goed. Ik denk dat hij wel blij was. We hebben een klein beetje drinkgeld gegeven. Want het was super lekker. En hebben nog een halve fles rode wijn gegeven. En ik dacht dat het een mopje was dat hij die mocht meenemen. Maar ja, wij drinken geen rode wijn. Het was enkel de baas die aan tafel zat met een beetje rode wijn. Dus we hebben gewoon de rest meegegeven. Dus hij was wel super blij. Het is wel leuk als je iemand blij kan maken natuurlijk. Hè. Morgenochtend moeten we super vroeg wakker zijn. Om 5:00. Het is begonnen om 6:30 vertrekken we. Dan zijn ze 6:15. Dan zijn ze 6:00. En dan zeiden ze van, ja, maar je moet geen ontbijt hebben. Dus dan moet het 5:50. En de kok zei van, ik verwacht jullie om 5:30. Dat is nu uiteindelijk moe opstaan. Ja, we weten wel niet of dat Afrikaanse tijd is of... Maar het is gelijk. We gaan daar 5:30 gaan we daar staan. Dat zal super vroeg zijn. En hopelijk kunnen we dan heel veel doen. Een hele superleuke wandeling. En hopelijk de rock art. Dat is ook een van de redenen dat we hier blijven. Maar goed, we mogen niet alles... In Afrika moet je alles nemen zoals het komt. Dus
We zien wel. Maar we gaan al zeker wandelen. Zeker. Zeker wandelen. Kan jullie me goed platen? Platen. Goed. Vond je dit een leuke video? Geef dan alvast een duimpje. Een duimpje. Een duimpje. En abonneer op ons kanaal. En welke? En belletje duwen. Het enige dat we nu gaan zeggen is... Dank u. Room service. Oh my god. It's early. Go. Dit is het wet. Is de kaka van de hyena. Dus er zijn hier hyena's. Daarom is de kaka van de hyena wet. We wisten ook niet dat er hier hyena's zaten. En ik heb hoogtevrees. Oké. Tada! Fortune heeft ons meegebracht naar een natuurreservaat. En we gaan kijken naar als we een paar dieren kunnen vinden. What is the problem? He locked the gate. Oh. So we're stuck. Stuck inside. Oh my god. We kunnen hier niet meer uit. We slapen hier. Of ik weet het niet, we springen er allemaal over. Een auto dan, wat ga je daarmee doen? We laten die achter en we doen zoals iedereen hier, gewoon liften. Oké. Gaan we wel wachten tot morgen.